Nou, hier zie je een combiketel. Vroeger werd dat een gijzer genoemd. Als je nou warm water pakt uit de kraan, dan wordt het hier ter plekke verhit. En dan wordt het dus sneller warm dan als het van de zolder moet komen waar het via de cv-ketel wordt verhit. Nou, wat is het rendement van die combiketel? Een aantal dingen zijn bekend. We zetten hem 4 minuten aan. En in die 4 minuten tijd wordt er 11 liter water verhit. Mijn begintemperatuur, kraanwater, was 18 graden. En mijn eindtemperatuur 4 minuten later is 72 graden Celsius. Het volume van het aardgas is ook bekend. Er wordt 0,12 kub aardgas verbrand. Wat is nou het rendement van die ketel, van die gijzer? De formule voor het rendement ken je al. De nuttige energie gedeeld door de totale energie. De totale energie, dat is de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas. En bij elektrische energie is die P keer T. Maar bij chemische energie pak je in dit geval het aantal kubieke meter dat je verbrandt, keer de verbrandingswarmte. Heb je benzine, pak je het aantal liter, keer de verbrandingswarmte van benzine. Heb je hout, pak je het aantal kilogrammen bij een vaste stof, keer de verbrandingswarmte. Nou, mijn E totaal wordt dan 0,12 kubieke meter, keer de verbrandingswarmte van aardgas. Die zou je bij de gegevens kunnen zetten, maar die staat ook in BINAS. En dan kom ik uit op 3,8 megajoule. De nuttige energie reken je hetzelfde uit als bij de warmtemeter. Dat is de warmte die wordt opgenomen door het water. C keer M keer delta T. 4,2, dat is de soortelijke warmte van water. Keer 11 liter was 11.000 gram. En die delta T was je temperatuurverschil. Je eindtemperatuur min je begintemperatuur. Dan krijg je een heel groot getal. En omdat hier megajoule staat, deel je die ook door een miljoen, dan heb je ook megajoule. Wat is nou het rendement? De nuttige energie, gedeeld door de totale energie, keer 100%. En dan komen we uit op een rendement van 66%.